Hey, hallo. Superleuk dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen pakt uit. We staan nu nog in een lege zaal, maar straks wordt hier de allernieuwste Kinderen voor Kinderen clip opgenomen. En heel wat BN'ers staan in de rij om daar een rolletje in te bemachtigen. En een van die BN'ers was er echt als de kippen bij met zijn aanmelding. Hij is dan niet voor niks de snelste man van Nederland. Mijn naam is Reni Martina en ik ben 37 jaar oud. Jullie kennen me van atletiek, hardlopen. Ik heb 5 Olympische Spelen meegedaan. Ik ga mijn best doen om de 6e te halen. Ik heb meegedaan aan Maassinger. En ik denk ik kan een beetje zingen en dansen. Dus ik hoop dat ik uitgenodigd word. Bel me. Nou, een echte topsporter die met jullie mee wil doen. Ja, jullie zijn natuurlijk ook een beetje topsporters, toch? Jawel. Ja, al dat dansen en zo. En hij is natuurlijk een topsporter. Een beetje teamwork. Wat voor soort nummer zou daar goed bij passen? Zij aan zij. Zij aan zij. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Hier is de uitnodiging. Aan jullie de eer om Tjurendi uit te nodigen. Geef ik maar jou, alsjeblieft. En het enige wat ik nu kan zeggen is... snel naar hem toe! Go, go, go! Rennen! Heel goed. Zo. Even lekker zitten. Daar is hij. Hoi. Hoi. Hallo. Hoe gaat het met jullie? Goed. En met u? Met mij ook goed. Wat gaan we vandaag doen? We hebben een verrassing. Ja? Verrassing voor mij? Ja. Zo. Uitnodiging. Zo. Dus ik mag meedoen? Ja. Ja, dat is spannend. Dat is spannend. En welke liedje gaan we zingen? Daar een filmpje van. Zo, moet ik dansen ook? Ja. Oh. Ik kan je een beetje dansen. Ja, als ik dit zie, niet zo goed als jullie, maar ik ga mijn best doen. Mogen we u een paar vragen stellen? Ja, zeker, zeker. Kon u als kind al zo snel rennen? Ja, toen ik klein was, liep ik al best snel. Maar ik moest wel andere onderdelen ook doen. Verspringen, hoogspringen. Maar ik was best snel al vanaf klein. U doet nu vooral estafette. Hoe bang bent u dat het stokje laat vallen? Ja, bij estafette het is altijd die risico dat het stok kan vallen. Maar we trainen heel hard en we hebben vertrouwen in elkaar dat we het altijd goed gaan doen. Worden jullie niet boos op elkaar als iemand een stokje laat vallen? Boos worden we niet op elkaar, maar ja, ik ben wel teruggesteld. Want je wil het goed doen om een finale te halen of een prijs te winnen. Maar boos worden we niet met elkaar. Okay. Maar willen jullie zelf een keertje proberen estafette lopen? Ja, oké. Okay. We gaan dan, kom. Als jij vooraan staat, deze kant van de baan, en jij staat deze kant, jij hebt het in deze hand zo. En normaal zeggen wij pak of ja. We zeggen ja, en dan dus hij zegt ja, en zij moet zijn hand erachter, en je geeft haar die stap. Oké. Okay. Ja. Heel goed. En nu kom, ga jij vooraan en jij komt achteraan. Ja. Ja, heel goed. Oké, jongens, nu gaan we echt rennen. Kom op, let's go. Op je plaatsen. Klaar. Af. Ja. Kom. Heel goed gedaan. Top. Je bent echt een topcoach. Bedankt, bedankt. Nu kijken of je nog eens zo goed kan dansen en zingen in onze videoclip. Ah, ik ga mijn best doen, ik ga mijn best doen. Ik hoop dat ze me ook gaat helpen zodat ik die kleine moves van hun kunnen leren. Die kleine tipjes bij zingen en alles. Dus, het gaat mooi worden. Zing je vaak? Nee. Nooit. Kijk. Dat wordt gezegd, hè? Het blijft niet mijn ding, dus het blijft een beetje... We gaan gewoon doen, je komt goed. Ik zing het voor, ja? Ik plus jij, dat is wij, daarom staan we zij aan zij. Ik plus jij, dat is wij, zij aan zij. Wat denk je nu? Was ik er maar nooit aan begonnen. Precies. Sowieso denk je, waarom doe ik deze dingen, joh? Maar ja, voor de kinderen doen we alles. Kun je dit zingen? Ik plus jij. 1 en... X plus jij.
Ja. Zij aan zij. Zij aan zij. Dan zit je met je stem altijd een beetje hier. Nou, nu gaan we die stem iets meer daar brengen. Zij aan zij. Wauw. Hoor je nu... Ja, maar hoor je de zij nu? Ah. Ja, hij wordt steeds beter. We gaan het nog een keer doen. Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan wij zij aan zij. Maakt niet uit hier of daar. Zij aan zij. Met elkaar. Shreddy, hoe gaat het? Ja, beter dan toen ik begon. Hij is toch al heel positief. Beter dan toen ik begon. Heb je eerder gezongen of is dit echt de eerste keer? Kijk, ik heb eerder gezongen. Soms doe je het in de badkamer wanneer niemand Zeker. Je kan horen. Ja. Maar ja, dit is wel even wat anders, hè? Ja, heel anders. Ja, en er wordt natuurlijk ook gedanst. Ook nog. Ja, dus je hebt dansles. Ik dacht, ik vind mezelf best snel. Ja. Ik wil een wedstrijdje met jou doen wie het eerste bij de dansles is. Oké, want hoe doe je dat? Dan ja, doe je zo? Zo staan, ja. En dan normaal zeggen ze klaar, dan kom je een beetje op. Ja. En dan af, en dan ga je. En dan... Haha, ik ben sneller. Oké, we beginnen bij het ik plus jij, dat is wij. Ik plus jij, dat is wij. Bounce en bounce en klap en klap. Yes? Ja, hij is best pittig hoor, deze. Je hebt wel een van de allermoeilijkste choreo's van allemaal. Dus het is... Het wordt hard werken. Maar niet uit, hier of daar. Zij met elkaar. Kijk hoe in de dat is snel, joh. Ik dacht, als iemand snel kan bewegen, dan ben jij het. Dus... Ja. Hey. Hoe gaat het? Gaat het goed? Jullie hebben maar die moeilijkste stukje vergeven. Ja. Nee hoor, komt goed. Samen proberen? Ja. Komt ie. Kijk hoe mooi in de mix. Hij, zij, ik plus jij, dat is wij. Zij, en zingen? Ja, die kinderen doen het al goed al dus. Ik moet het goed doen dat ik niet heel slecht tussenin zit. Dus. Gaat spannend worden. En stop. Yes. Okay. Nice. Shreddy, is het moeilijk? Het is wel te doen, maar om alles nu meteen te doen is wel moeilijk. Maar we gaan ervoor. Goed. Hey, zullen we nog even één keer met z'n allen een soort kreet doen van succes? Ja? Goed idee. Oké, 3, 2, 1. Succes! Shreddy, this is the moment, hè? Het gaat nu gebeuren. Ja. Jij gaat straks zingen, dansen en lachen. Tegelijkertijd. Kijk, misschien wordt het ook zo, maar ik ga mijn best doen. Je gaat je best doen? Nou, dat is toch al. Dat is volgens mij het halve werk. Volgens mij gaat het helemaal goed komen. Ja. Ik ben namelijk helemaal aangestoken door jouw positiviteit. Mijn rollen zijn misschien nu een beetje omgedraaid. Dus ik zie jou ook wel een beetje zo. Het is allemaal wel spannend. Ja, het is niet iets dat ik dagelijks doe. Dus nee. Het is heel spannend. Nou, dan mag je nu iets doen wat je wel elke dag doet: rennen. Ren lekker naar je plek toe. En dan ga ik jou aankondigen. Succes! Bedankt. En of die kan zingen en dansen, daar gaan we nu achter komen. Want hier is Shreddy Martina met Kinderen voor Kinderen en Zij aan Zij. Dat is wij, daarom staan wij zij aan zij. Maakt niet uit, hier of daar, zij aan zij met elkaar. Kijk hoe mooi in de mix, hij of zij of ik. Ik plus jij, dat is wij, zij aan zij. Ik doe dit en jij doet dat. Maar samen doen wij de nieuwe spas. Op in lijn staan wij zij aan zij. En de fix doen we allebei. De A van A, B van B, C van Q, D van K, E van F, F van Free, C van Go. Ik plus jij, dat is wij, daarom staan wij zij en zij. Maakt niet uit, hier of dan, zij en zij met een kaart. Kijk hoe mooi in de mis, zij of ik. Ik plus jij, dat is wij, zij en zij. Happy, happy, yeah, ja, yo, dat is top. Happy, happy. Hey, van mij krijg je goud hoor. Hoe was dit? Was goed, was leuk. Jij hebt er plezier in gehad? Ja, zeker, zeker. Oh, goed zo. Nou ja, wij hebben er ook plezier in gehad, toch?
Met z'n allen, ja. Nee, ik hoop jullie ook en bedankt voor het kijken. En tot de volgende Kinderen voor Kinderen. Pakt uit! Doeg! Volgende keer pakt Kinderen voor Kinderen uit met deze special guest. Hij is een stoere presentator met een heel hoog gilletje, die danst alsof hij door een wesp gestoken wordt.